Hallo allemaal. Vorige week heb ik de meskelder van de stal weer overgepompt richting de opslagkelder. Want onder de koeien waren de putten vol. Het is nog steeds behoorlijk nat. Ik zou heel graag de koeien naar buiten willen doen. Maar dat lukt helaas niet. Ik heb wel een paar stukjes waar ze op kunnen. Maar ja, dat is met een paar dagen op. Als ik ze dan weer naar binnen zou moeten doen, kan ik ze beter gewoon binnen houden. Tot het moment dat ik ze langer naar buiten kan doen. Ook zou ik wel graag willen gaan grasmaaien als het weer toelaat. Dan is maar zeer de vraag of ik het land op kan. En ondertussen worden de mestkelders wel weer voller. Want ik heb ook dit voorjaar niet overal mest kunnen uitrijden. Ongeveer een bundel of vier is blijven zitten. Dat was te nat. En daarom is de mestkelder weer overgepompt. En dat zie je hier hoe dat gebeurt. Hier wordt de mest opgezogen vanuit de koeienstal in de vrachtwagen en dan direct doorgepompt richting de opslag onder de kuilplaat. Aan beide kanten van de pomp twee slangen, de vrachtwagen ertussen en dan gaat dat mooi. Dan gaat het zo de mestkelder in. En ondertussen haal ik wat grond van de bult met kuilgras af en kan ik nog mooi zien wat er allemaal gebeurt. Gisteren en ook vandaag gaat het in de media volop over de boeren, over de mest, over de afschaf van derogatie. En misschien heb jij er ook wel van gehoord. Derogatie, daarmee hadden we een uitzonderingspositie en dan mochten we hier in Nederland meer mest op het land brengen dan in andere landen. En dat wordt stapsgewijs afgebouwd en dat is, als de plannen zo doorgaan, volgend jaar helemaal afgeschaft. Dat betekent dat wij boeren minder mest op het land mogen brengen. Hier in Nederland hebben we een hele vruchtbare bodem. En die bodem die moet goed bemest worden, zodat de gewassen kunnen groeien. Want mest, dat is voedsel, dat is eten voor de bodem. En het is toch heel krom als wij boeren mest moeten afvoeren, omdat we minder mest op het land mogen brengen, maar ondertussen wel kunstmest mogen aanvoeren. Dat betekent dat we aan de ene kant geld uitgeven voor mest die we af moeten voeren, hele goede mest voor onze landbouwgronden, en aan de andere kant geld moeten uitgeven voor de aanvoer van kunstmest. Dat gaat ons als boerenbedrijven tienduizenden euro's kosten. Als we kort door de bocht zouden gaan en we zeggen we laten de veestapel in heel Nederland krimpen, elk bedrijf moet zoveel procent inleveren, dan hebben we dat mestprobleem opgelost. Maar dan is de bestaanszekerheid van ons als boeren wel heel onzeker. Het zou toch vreselijk zijn als daardoor bijna alle boerenbedrijven zouden moeten verdwijnen. Je zult begrijpen dat dit voor ons als boeren spannende tijden zijn. We hopen dat er in de formatie ook echt rekening met ons als boeren gehouden kunnen worden. Hoe gaan we goed om met die mestproblematiek, maar ook hoe kunnen wij als boeren een goed inkomen houden, zodat wij ons land kunnen blijven voorzien van de voedselproducten. Want het zou toch erg zijn als ons land een importland zou worden op het gebied van zuivel en noem maar op. Dat moeten we niet willen, want daarmee maken we ons afhankelijk van andere landen. En we weten niet wat voor tijden we nog gaan meemaken. Dus ik hoop dat jullie als kijkers ons boeren blijven steunen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.